ik ben pijlen aan het zetten voor de 12e Jeugd de Rood toertocht. Want elk jaar doen we dan een toertocht organiseren voor Jo. Ja, omdat hij dan toch wat betekend heeft in het wielrennen vroeger. Ik fiets dus niet alleen om het fietsen, ik fiets ook wel omdat ik dat verplicht voel tegenover mijn eigen lichaam. Ik heb mijn lichaam gekregen van de natuur en ik vind dus dat ik het moet blijven verzorgen. Ja, is tegenwoordig wel 4 keer in de week, dus zeg maar tussen de 80 en de 100 kilometer. Zondags rijden we meestal met de toerclub. Ik denk dat ze rijden tegenwoordig ook met een groep. En dan rijd ik donderdag natuurlijk meestal voor mezelf. En zaterdag rijden we dus eigenlijk ook weer met toergroep. En 1 keer in de maand de taxploeg, dat is dus ook op dinsdag. Het is eigenlijk zomaar een groep. Een paar Zeeuwen. Dus eigenlijk Piet Rentmeester nog. En er waren er nog een paar bij, een Bart van der Ven en Huub Zilverberg, Ludo Delcroix en Jan Jansen natuurlijk. Later is dus Kneteman er nog bij gekomen, Otterbrood er nog bij gekomen, Bal erbij gekomen. Gefeliciteerd. Dank u. Hallo. En wie is er jarig vandaag? Nee. Is open. Is Toer nog niet bezig? Nee, is deze. Hey. Nee, 3:50 of zo zeker. Ja, dank je. Ja, ook wel oud, hè? Ja, 66. 66, maar ja, dat is geen 91 wat je horen moet natuurlijk. Hè? Jo de Roo, de vader van mijn vriendin Nicole, kwam ik in 1993 tegen. Beroepsrenner was hij geweest. Een indrukwekkende bekerkast sierde de hal. Van de meeste overwinningen had ik nog nooit gehoord. Ik wist wel van enkele etappezegers in de Tour de France en een paar Nederlandse kampioenschappen. Pas in 2001 las ik dat hij 7 klassiekers op zijn naam heeft staan. En dat hij Nederlands beste renner was voor Jan Jansen. Toen hij stopte met wielrennen, begon hij zijn carrière buiten de aandacht van de media. Als winkelier. Een periode waar de familie van Nicole niet graag over spreekt. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Jo schept niet op over zijn triomfen. Maar wil liever ook niet worden herinnerd aan zijn mislukkingen. De halve jaren 50 reed Piet Rentmeester en ik waren aan het trainen op de Zeeuwse weg. Maar op een zaterdag reden wij van de Zeeuwse weg richting Kruiningen en daar kwam een mannetje achter ons rijden met stekelhaartjes. We zeiden tegen elkaar, wie zou dat zijn, dat manneke? Hey, we keken eens om. Nou, het manneke bleef aan ons wiel zitten, het manneke zei niks. Dus even later, want hij wist ook niet dat hij in Schoren woonde, was hij weg. De volgende keer weer dat manneke met de stekelhaartjes. Manneke zei niks. Tot Piet een keer zei van, God, weet je wat we doen? We vragen hem een keer op de koffie. Want hij zei ook geen boefba, hij zei helemaal niks. Want wij dachten in eerste instantie dat hij doofstom was. Want we dachten, hij zei niks. Maar toen zei ik tegen Piet, hij knikt. Dus hij is niet doof. Dus in ieder geval, we namen hem mee naar moeder Rentmeester. In Ierseke, aan de Grindijk.
Nou, lust je koffie? Het manneke knikte. Potverdomme, dachten wij, is dus niet over. Ik heb dus na mijn lagere school 3 jaar op school gezeten. Dus ik was... Op mijn 16e was ik ook van school af. Ik werkte in 53 dus ook al met mijn vader. En zaterdag en zondag ging ik fietsen. Ik heb toen 20 koersen gereden. Maar elke koers werd ik gelost. En ik dacht niet dat ik 1 koers niet gedubbeld geworden ben. Dus. Mijn broer die moest dus in het bedrijf komen. Dat ging zo vroeger. Ik werd door mijn broer dan toch wel nog wel een beetje aangezet. Ik denk wat hij zelf niet heeft kunnen verwezenlijken. Ook omdat mijn ouders er dus een beetje tegen waren. Maar ook omdat hij er zelf niet zo goed op zat, denk ik. Ik ging natuurlijk weer gewoon die koersen doen het voorjaar, maar ik werd nog gelost. Totdat ik een keer niet gelost werd. En toen werd ik ook gelijk 2e. Dat was in Rijsbergen. En de volgende koers, geloof ik, werd ik weer 2e. En nog eens een keer 2e. En toen won ik al gelijk een koers. En wat dacht je toen? Nou, dat gaat toch wel goed. Oh, je hebt toch zo niet staan voor het publiek, vader vieze pooie. Draai je eigen zo, jongen. Ja, eigenlijk vanaf mijn 15e jaar ken ik hem dus. En ja, eerst kennis gemaakt maar... Want bij Joop maak je nog niet zoveel kennis, dus dat moest je zelf maar even naar voren brengen. Hey, maar ja, we wonen natuurlijk maar 1 kilometer of 6 uit elkaar. Dus ja, zodoende zijn we eigenlijk aan elkaar geraakt. We reden namelijk in Olof van de Kempen. Dat was een klassieker van ongeveer 200 kilometer. En Joop moest die winnen. Kreeg die klassieker mee. In dienst van Joop. En Joop stond op nominatie om naar het wereldkampioenschap te gaan voor amateurs. Want er was nog nooit in Zeeuw. Behalve Theo Middelkamp natuurlijk, was nog nooit in Zeeland naar het wereldkampioenschap gegaan. Kijk, en het verpante was, toen zag ik al dat Jo een grote coureur kon worden, want wij zaten met 7 man weg in die koers, en we zaten 6-7 minuten voorop, en Jo ging steeds harder rijden. Dat ik tegen Jo zei, jongen, dat is niet nodig, want jij moet dadelijk de sprint winnen, want je hoeft niet zo hard op kop te rijden. Dus toen zag ik al, wij werden misschien iets minder, maar hij ging steeds beter rijden. Ja, 14, 15 was ik toen. En toen was Jo een amateur. Maar dat was nog voor 1958? Ja, dat was nog voor 1958. Toen reed hij bij de amateurs. Ja, wat was hij toen al bekend? Ja, natuurlijk, want hij kwam hier in de buurt ook al rijden naar België en in Zeeuws-Vlaanderen. Hij reed bijna altijd van voren. Maar zag al iemand daar wat in zat. Hè. En later is hij ook groot geworden. Hè. Ja. En die had veel supporters in Zeeland ook. Ja? Echt waar. Vooral ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik was wel supporter van de wielrenners. Ik ben er geworden door een meisje waar ik naast zat op school. De ULO was dat toen. En die was supporter van Piet Rentmeester. Ik denk, nou, dan neem ik jou daar ook. Vond het nogal een knappe vent ook trouwens. En laten nou toch 2 meisjes voor ons zitten. Van uit Schoren, waar die vandaan komt. En dan zei ik altijd, zie je die jou daar ook wel eens? Ja, natuurlijk. Ik zei, dan moet je de groeten maar eens doen. En toen gingen ze een keer koersen, Piet en jou. Want het waren wel concurrenten, maar ook wel fietsvrienden. En toen waaide het, stormde, ze hadden fietsen boven op het dak staan.
En ze kwamen toevallig een beetje langs ons thuis. En ja, boerderij. En toen zei Pieter en meester, ik denk dat ik toch maar eens eventjes een touwtje halen daar bij Mosselman. Ik geloof dat we naar een clubkampioenschap gingen. En ik weet niet of het nou een voorwensel was of zo. Toen ben ik nog eens een touwtje daar wezen lijnen. Maar ja, daar aan de boerderij, weet je niet. Weet je waar ze woonden? Kruiningen ergens, toch? Ja, tussen Kruiningen en Ierseke, hè. Aan die dijk. Maar dat heb ik ook weer teruggebracht, denk ik. En toen was jij wel thuis? Ja, toen maakte ik natuurlijk wel dat ik thuis was. Ja, en ik hield het gewoon in de gaten. Ja. En wat was je eerste indruk van Jo? Was die... Toen ik hem voor het eerst ontmoette? Ja. Oh, die zijn niet veel, hoor. Ze hebben het wel eens over een stuk zeeuw, maar nou, hij keek wel. Ja, ja. Mm, hij gebruikte zijn oog goed, maar... nou, en ja, goh, ik ben niet zo verlegen, dus ik maakte hem wel aan de praat. Een praatje zus en een praatje zo. Zij was natuurlijk nog heel jong. Ik was 20 zeker. 21. Bijna 6, 7 jaar ouder dus. 6,5. Ja. Ja, ik was natuurlijk nog veel te jong. Ik moest veel te jong, moest zich mijn schoonmaaders afmaken en zo. En natuurlijk, daar hadden ze gewoon gelijk in. Dat wist je toen nog niet. Ze was nog 17 toen we trouwden. Ja. Als zo'n jong meisje volg je zo'n oudere man natuurlijk nogal makkelijk. Later is dat misschien ook een beetje bij haar. Is het natuurlijk anders geworden. Want ze was natuurlijk zelfstandig genoeg. In zijn schaduw. Maar daar had ik geen moeite mee, hoor. Ik bedoel, ik was er voor jou. En ik deed er gewoon alles voor. Ik bedoel, ik heb dat altijd gestimuleerd. Ik vond dat schitterend. Allee. Jo's profcarrière begint in 1958 bij Magneet. In dat jaar wint hij een rit in de Ronde van Nederland. Eind 1959 tekent hij bij de Franse ploeg Saint-Raphaël, waar ook Anquetil, Stablenski, Altig en onder andere Geldermans deel van uitmaken. In het voorjaar van 1960 wint hij de Ronde van Sardinië, waarmee hij internationaal zijn naam vestigt. In 1961 wint hij de trofee van het eiland Man. Hier nog een winterpet van televisier, waar de lettertjes al een beetje af zijn. Hier een kampioenstrui. Eens kijken, hoor. Kampioenstrui van 1965. Hier, dat is mooi. Kampioenstrui. Clubkampioenschap van Middelkamp, 1957. Dit is er nog een mooie. Dit is een trui van de enigste ronde die ik ooit gewonnen heb. Ronde van Sardinië. Zou dat zijn? Rug nummer 3. Misschien van Bordeaux Parijs of zo, of wat ook nog. Heb je nog een handtekening van hem? Ja, ik heb nog een handtekening van hem. En ik heb nog een kaartje van hem. Maar die heb ik al een poosje bewaard, hoor. Ja, ja. Dat zijn nog houden, hoor. Waar is deze van? Ja, die is van dingen. Die zat tussen de dingen, tussen de kauwgom vroeger. Kon je plaatjes kopen, er stond een nummer op. Maar hij was dan nummer 22. Zie, er staat er van achterop, nummer 22 van de kaart. Misschien weet hij het zelf niet meer, dat hij nummer 22 was. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat is een Nederlands beroemdheid. Ja, eigenlijk. Natuurlijk van hij. In Frankrijk zijn er genoeg boeken over geschreven, hè? Ja. Over hem. Over hem ook? Ja, over hem ook. Er zijn genoeg boeken geschreven over de Roog, omdat het zo'n kampioen was. Want dat was nogal wat vroeger, hè, op tv kwam. Hè. Je won dan zelfs die wedstrijd, dan was je nogal wat, hoor. Want die werd net niet weggegeven, hè. Ook niet in de jaren 60, hoor.
En toen moet op een reis in monsterwedstrijd. Hoe lang is die al alweer? 600 kilometer. En we zaten 2 uur op de fiets. En ik zag daar een wegwijzer staan, Parijs 510 kilometer. Ik dacht, nou, wanneer je nou toch eens lekker ondersteboven zou sodemieteren dus, hey, en dan maar lekker blijven liggen, dat zou eigenlijk wel goed uitkomen. Toen ik beroepsrenner werd in 1962, toen was Joop al 2 jaar beroepsrenner, denk ik, 3 jaar misschien al. En die reed toen in de Franse dienst. Waar ik hem precies tegengekomen ben, in Parijs Tours, geloof ik, een keer. Die hij won ook. Ja. En toen reed ik naast Jo de Roo. Jan Jansen heeft nodig. Naast Jo de Roo rijden. Nou, dat was zo'n groot kampioen, zeg. Daar kreeg ik kippenvel van. Ja, later zijn we, ja, in elke koersen zitten we. Dus ja, dan praat je wat makkelijker met elkaar en zo. En dan zijn we gewoon vrienden geworden natuurlijk. Waar kwam het ontslag vandaan? Respect hebben. Respect voor iemand zijn prestaties. En hoe die man zijn vak beoefent. En dat was voor mij toch wel een voorbeeld. Ik wou dat ik ook zo hard kon rijden als Jo de Roo. Als ze weggingen, dan durfde ik toch tot een kleine half minuut wel te wachten en dan zelf er naartoe te springen. En dan gebeurt het toch niet vaak dat er iemand aan mijn wiel zat. Moet eigenlijk ook niet, want als er iemand aan je wiel zit, dan gaat dat weer net niet. Heel raar namelijk, maar... Zelf, als er wat mensen weg zijn en je springt vanuit een groep, moet je daar alleen naartoe. Een etappe is naar Saint-Nazaire. Waar Jo de Roo 70 kilometer solo gereden heb. Waar we met z'n allen, maar dan noem ik, Anquetil, Poulidor, Belger, Rick van Looy, alle grote van in die tijd. Vol achter Jo de Roo aan. En we konden het niet pakken. Onvoorstelbaar. Maar dat is ook hetzelfde natuurlijk als je wegspringt 2-3 kilometer voor het einde. Dan voel je dus een opgejaagd dier. Ja. En dan denk je, wanneer word ik gepakt? Ik mag niet voor die meet gepakt worden, maar dat probeer je alleen maar. Je denkt dus, ik zal misschien toch gepakt worden. Maar, hè? Ja. Jo de Roo had in 1962 een topjaar. In het begin van het seizoen won hij de monsterrit Bordeaux-Parijs. En aan het einde Parijs Tour. Na deze overwinning stond hij hoog in het klassement voor de wereldbeker, die toen de Super Prestige Pernod heette. Jo had alleen nog maar Van Looy, Plankaert en Daams voor zich in het puntenklassement. Er was nog maar 1 koers te gaan, de Ronde van Lombardije. Ik ben daar naartoe gegaan, toch alleen maar om te proberen om de superprecieze Pernod dus nog wat te verbeteren. Er was er natuurlijk ook weer een gelukje, moet je altijd hebben. Van Looy deed niet mee, die zat in de zesdaagse van Berlijn en Plankaert, die deed ook niet mee, was ziek of zo geloof ik.
Dus ik had alleen nog dames. Dus ik wilde wel wat punten pakken. Er was een groep vooruit en wij zijn met een tweede groep. Dus ik ben ook met de Gisallo. Ben ik op een gegeven moment alleen met dames overgeschoten. Dus mijn grote concurrent. En we hebben man voor man gepasseerd. En ik heb op een gegeven moment ook dames gelost. Ze tellen er niet, la dernière course de l'année, ça avait beaucoup d'importance. Et j'étais dans l'échappée, dans la finale de la course. Mais nous avons changé de vélo au pied du mur de Sormano. Et j'ai pris un vélo avec des manivelles plus longues. Et ça a été une grosse erreur parce que avec des manivelles plus longues, j'ai attrapé des crampes et j'ai dû laisser partir les fouillères, les premiers coureurs. Je hebt daar een echt heel kleine versnelling nodig. Dus dan wordt er natuurlijk gewoon gewikt en gewogen. Hoe ga je dat doen? Moet je daar van achter 32 op zetten bijvoorbeeld? Of ga je van voor een heel klein blaadje zetten? Dat je toch al alle verhoudingen een beetje hebt. En dus de goede verhouding om zo'n ding op te rijden. En toen waren er nog twee mannen voor me. En ik loop dus op een gegeven moment als voorlaatste die trapé, die loop ik in. Die heeft nog een stukje bij me aan kunnen klampen, maar die wordt dan toch ook gelost. En ik herinner me nog, dat is de laatste man die ik dus voorbij reed. Dus dat was op de berg van Sormano, dus naar het dorp Sormano toe. En daar was het dus, kwam de muur van Sormano. Dat was een muur, maar echt een muur. Daar moest je... Ik heb het Simone Adorni en die jongens die hebben dat me verteld. Dan moest je echt op je zadel blijven zitten. Zo niet, dan sloeg je achterover. Zo stijl was dat. De muur van Sormano was dus een geitenpad, wat dus door de televisie aangelegd was. En het was in 1961 was dat voor de eerste keer geweest. En ja, er waren natuurlijk verschrikkelijk veel onregelmatigheden gebeurd. Want ja, duwen, hè, de Italianen. En zeker hun eigen renners natuurlijk. Maar goed, ik rijd dus als laatste, rijd ik Wolfsol. Haal ik in, die was helemaal kapot. En ik kom langs de ploegleider van Wolfsol, Louvio, en die kende hem ook goed. En ik herinner me dat nog goed, die zegt, Jo, felicitations. En toen hoorde ik het alleen maar van gefeliciteerd. Maar later heb ik het begrepen. Ja, gefeliciteerd met je overwinning. En met alles wat jij vandaag gepresteerd hebt. Maar goed, ik kom aan die muur van Sormano. Dus Wolfsol was al lang weg. Ik rijd in eerste instantie ik mijn wiel scheef. Door de kracht natuurlijk, want je rijdt zo'n kleine versnelling. Je komt zoveel kracht op. Dan is er een kransje losgekomen. Hebben ze een ander wiel gezet. De mechanieker die wil me afduwen en die wordt gewoon door de mensen gepakt, hè? En er wordt geroepen, ja, niet duwen. Nou ja, dat een mechanieker en een renner terug op de fiets duwt is natuurlijk heel normaal. En dan is het wel zo steil daar dat je eigenlijk niet uit eigen beweging terug op je fiets kan komen. Zo steil. Nou, dat is me dan gelukt en ik was nog net op de fiets en ik herinner me nog... Blijf ik haken in een damestasje. Zo met mijn rem, hè. En ik rij naar Wolversdijk. Dat is van Kruin een kilometer of 20 verderop. En ik de autoradio al aan. En ja, het was Job de Roo hoorde ik elke keer op zijn Frans van zijn Franse zender. Ik denk, oh hemel. Die haar winnen volgens mij. En ik denk, hoe mag ik daar nou toch bij een televisie komen? En ik, er zijn van die huisjes daar zo langs de kant van de weg. En ik ben het erf opgedraaid en ik heb aangebeld. Ik zeg, mevrouw, heb je televisie? Ja, ik zeg, ik ben die en die. Zou ik maar de televisie even aan? Want ik denk dat mijn man gaat winnen. En een stukje voor de top word ik voorbij gereden door Trappé. En die wordt alleen maar geduwd. Ik heb Trappé natuurlijk na de afdaling heb ik achterhaald en... En in de sprint geklopt. Dus ja, dan is alles vergeten. Welke van die drie overwinningen vind jij nu zelf de mooiste? Nou, in het begin vond ik Bordeaux-Parijs de mooiste. Omdat ja. Ik daar mijn eigen op voorbereid had en veel aan gedacht om die te winnen. Ja. Maar nadien vond ik de ronde van Lombardije nog mooier, omdat dat de bekroning was. Juist.
Hij was een van de eerste die de wereldbeker won, ja. Van de wereld. Hey, van alle renners. Hey, want hoe zeggen ze van Dekker of heeft hem gewonnen? Nee, Jo de Roo was de eerste die hem gewonnen heeft. Wanneer hij die won dus, dan was hij echt de beste over het hele seizoen geweest. En dat hoeft bij een wereldkampioenschap niet te zijn. Nee. Want er zijn er wel eens, met alle respect dus, wereldkampioen geworden dus, die... Nou, dat eigenlijk geen ware wereldkampioenen waren. Dus. Ja, ja. Maar het is een eendagskoers, dus degene die wint, die heeft die titel. Het aanzien van de wereldbeker, de prijs die je behaalt na diverse overwinningen over een heel seizoen, is onder kenners meer waard dan het wereldkampioenschap, dat maar een eendagskoers is. Maar het WK is bekender bij het grote publiek, dus daarom ook onder wielrenners een felbegeerde prijs. Voor een WK moet je door de bond worden geselecteerd. Maar Jo werd zelfs in zijn hoogtijdagen niet altijd uitverkoren. Een wereldkampioenschap is natuurlijk veruit het beste. Maar ja, dat heeft nooit mogen zijn. Mijn dichtste plaats was in een wereldkampioenschap een vierde. Dus. En je bent een paar keer niet meegestuurd. Ja. Terwijl je goed was. Ja. Bond toen, dat was natuurlijk nogal wat. In 59, mijn eerste wereldkampioenschap in Zandvoort. Darrigade wint. Ik in peloton. 60. Dus ben ik doorgebroken als wielrenner. Maar ja, in de helft van het seizoen viel ik natuurlijk niet meer zo op en ze namen me niet mee. De Roo was uit vorm, dus ja, die ging niet mee zeker. 61 heb ik dus in Bern gereden, ben ik vierde geworden. 62 moesten we ineens zelf de reiskosten enzovoort gaan betalen. En we hadden afgesproken om dus niet te gaan. Ja, de meeste gingen natuurlijk toch op het laatste moment en ik bleef thuis. En 63, toen reed ik niet zo goed, zeiden ze. En ik had een conflict met Post en die had dat ook allemaal nogal goed in elkaar gestoken. Dus toen ben ik ook niet mee geweest. Wat had Post dan te zeggen? Oh, dat was ineens een grote man. Ik weet zeker, als hij wat meer, bijvoorbeeld met een Peter Post... een beetje gezellig geweest, maar dat was zijn maat niet. Nee, mocht niks van hebben. Ah, je moest toch toen in die tijd met de keuzeheren van de KNWU, dus daar moest je toch eigenlijk op zijn tijd een doos sigaren voor meenemen enzovoorts. Dus, en, Dat was heel erg. Ja? Ja. Dat vond hij heel erg. Nou ja, wat gebeurde er? Ik weet niet voor wie ze hem toen thuis lieten, maar... Ja, ik weet wel dat hij op een gegeven moment toch stond te huilen daarover. Hmm. Ja. Ja. Dus, en ze hebben hem thuis gelaten en ik denk, ik weet het niet zeker, toen in datzelfde jaar, dat hij toen toch Parijs-Tours en Lombardije weer won. Dus, zo. Jo de Roo reed een slecht voorseizoen. Hij moest voor Anquetil wijken in de Ronde van Frankrijk ploeg en sukkelde met zijn gezondheid. Maar het naseizoen bracht ons een de Roo even goed als in 1962. Ook nu had hij Parijs-Tours gewonnen. Hij was favoriet voor de Ronde van Lombardije. Maar daar was ook Zilioli, het nieuwe Italiaanse idool, en Wolfshol steeds gevaarlijk. Nog één spurt en het wegseizoen 63 is voorbij. Jo de Roo maakt er dankbaar gebruik van om nog vlug een klassieker op zijn palmares te brengen. En het WK? We hebben niet gereden. Het was het WK waar Jansen won. Waar ik door de bond, dat was dan toen die keer dat ik dan wel eens mee mocht. Waar ik dus als die door de bond als een grote kopman gezien werd. Maar, ja, je ziet dus, alles kan anders lopen.
Ja, dit is gewoon domme pech. Je werd ziek. Tuurlijk is dat domme pech. Maar je werd wel getipt toen, hè? Als, ja. Als mogelijke winnaar. Nou ja, mogelijk als kanshebber. Ja. En de avond daarvoor hadden we een bijeenkomst. En de ploegleider zegt, wie wil de wereldkampioen worden? En ik stak mijn vinger op. Nou. Wie nog meer? Ja, niemand meer. Nou. En toen deed ik het woord. En in 5 minuten was het rond. Jongens, als jullie mij uit de wind houden, werk doen, dat doen, dat doen. En dan is er geld te verdienen. Nou, dat hebben ze ook verdiend. Kom, Jan. Zadel. Jo was een compleet renner. Jo was geen pure sprinter, maar won toch in de sprint van sprinters. En dat moest geen vluchtkoers zijn. Dat moest geen lichte koers zijn, maar het moest een hele zware koers zijn. Een Ronde van Vlaanderen verslaat hij, Wart zelfs. En dat is echt, dat was een sprinter. Daar heb ik menig duel uitgevochten. Een rappe man. En die vroeg in de sprint. En dat komt. Een lastige wedstrijd na 260, 270 kilometer. Waar je dan nog sterk rap moet zijn. En dat was Jo. Ja, niks aan te doen. Dat vroeg hij aan de sprinters. Dat is ook een eigenschap. Dat is de aangeboren klasse die je hebt. In Nederland dan natuurlijk. Jo de Roo die, werd daar ook geëerd tussen. Hey, maar toch niet op een manier. Hey, we hebben één keer... Per jaar is altijd dat in Frankrijk, in Rungy. Hey, nou ja, wanneer hij dan ziet dus, hey, zelfs zo'n mijn persoontje, hey, wat echt nou niet zoveel heeft betekend in de wielersport dus. Hey, ja, wat daar nog mensen komen dus van onze leeftijd en nog een beetje jonger dus, die nog foto's van je hebben, die ze nog gesigneerd willen hebben enzovoort. Hey, en wanneer je dat dan zeker ziet met een Jo en een Jan Jansen, ja, die mensen hebben er nog hele archieven van. Nou, dat is in Nederland toch zeker niet denkbaar. Merci. Heb ik boekvoet zoals nog tijd? Boerderij, we zijn niet op een boerderij. Voilà, le maillot Hermine, le maillot de la France. Bonsoir. Les vignerons. En fait, vous êtes au courant. Du Cluvenier. Et on est satisfait aux épreuves rituelles et prêté serment. T'es au courant. Ça va? Salut Henri. Salut Monsieur Teillet, l'étape du Tour. Oui. Tour de France arrive à Paris aussi, on a oublié Paris là. Oh. Non mais tout le monde vous décompte, ouais. C'est comme si on savait plus qui. Qui a futé, dis donc. Bonjour Johan. Bonjour longtemps. Bonjour. Bah, dis donc, ils sont nombreux les Belges. Biec également. Donc le grand chef d'orchestre hollandais. Et voilà, c'est parti donc. Départ avec Segelzi. Voilà, avec Dancy en deuxième position, on a vu Roger Rosiers, Jean Dereau, le double vainqueur de Paris Tour, ancien champion des Pays-Bas. Voilà, c'est parti pour le premier tour. Maintenant, pour Jean-Claude, c'est pas la température, c'est notre tour. Voilà le dernier tour, Gianni Motta. Donc l'arrivée maintenant. Attention, on retrouve la tête de course. En hoe ging het? Koud, hè? Ik heb te weinig gedronken gisteravond. Hoeveel ben je geëindigd? 6 of zo, zeker. Hoeveel waren er voorop? Viciatiootje. Oh. Hoeveel waren er voorop? Ik weet het niet. 6, 7, 8? Nee, zoveel niet, toch? Zoveel? Nee. Wie heeft er gewonnen? Een Belg? Ja, hier, De Bossen. Waar ik bij stond, die stond naast mij hier aan die zot. Maar je kan toch nog fietsen. Volgend jaar weer? Nee. Nee? Nee.
Ik heb ook nooit gezegd van ik ga dat of dat of dat eens even winnen of zo. Ik heb altijd angst gehad. Het is heel moeilijk namelijk. Ik bedoel, ook al heb je dus op een gegeven moment een goede koers gewonnen, dan is het juist weer zo moeilijk. Want dan ben je verplicht eigenlijk om weer eens wat te winnen. Van wie ben je dat verplicht? Voor jezelf, uh-huh. voor je werkgever. Ja. Hé? En ik had altijd toch een bepaalde angst. Van, dan moet je dat weer maar eens kunnen. Hè? En de Roo had dat jaar geen klassieker gewonnen. Hij had alleen maar een rit in de Tour gewonnen, was kampioen van Nederland geworden. Een beetje korte prijzen in, voor de rest. Een paar koersen nog. Nou ja, goed. Zal wel een financiële kwestie ook geweest zijn. Gewoon? Ja. Ontslag? Ja, tuurlijk. Er is geen plaats meer voor je. En toen kwam hij bij televisie terecht. Met Nederlandse renners. En dat is toch een beetje, ik wil niet zeggen op zijn boerenfluitjes, maar... En dan op de Pellenaars. Wat was er met Pellenaars dan? Dat was een hele vervelende man. Meneer Pellenaars. En... Die man die zet renners tegen elkaar op. En... Enfin, het heeft weinig zin om daar heel veel diep op door te gaan, maar... Dat was geen aardige man. Dus... En daar kwam Jo terecht. En Jo is geen hielenlikker. En dat was Pellenaars. Als zijn renners dan getraind hadden, 's morgens, gingen ze 's middags bij Pellenaars gingen ze het gezond maaien. En dan stoor je er zo op. En dat deed Jo niet. Ja, wanneer die meer flair had gehad, dus, dan had er op allerlei... Ja, toch een bepaalde nevenactiviteiten veel meer in kunnen zetten, dus. Ja, publicitair pakt het dan beter uit, maar wat zijn de voordelen ervan? Nou, de voordelen zijn er al van, dus dat je bijvoorbeeld later, wanneer je stopt met koersen, dus nou ja, of je dan van achter heel goed kent, ja of nee. Hey, of iemand anders van een beetje hoog aanzien, dus nou, wanneer je het dan op een nette manier weet te doen, dus dan kun je daar wel eens voordeel uit halen, dus. Maar ja, wanneer je dat natuurlijk niet hebt, dus, en wanneer je altijd maar een beetje in jezelf gekeerd bent, dus, en nou je altijd maar ja, een beetje op de achtergrond houdt, hey, dan, ja, dan heb je er weinig aan. Ja, ik was er niet, hè? Jo wilde ook, Jo ging ook alle discussies uit de weg. Jo wilde geen, iemand geen, niet onaardig behandelen of antwoorden of zo. Jo was eigenlijk een beetje te goed voor dit vak. Dan moet je een rotzak zijn. Dan moet je... Godver. '66 bij televisie reed nog wel goed natuurlijk. Ja. Nou, als hij dan toch ook nog een Ronde van Vlaanderen wint en een rit in de Tour en het jaar erop ook nog een Omloop het Volk, nou, vind ik dat niet slecht. En op een gegeven moment word je minder. Ja. Ik heb dan ook nog in Lombardije, dus mijn allerlaatste koers, was ik nog 7 of 8 of zo. Nou, het is natuurlijk niet slecht. Ja. Vergeet dat niet. Moet eens kijken wie er nog bij de eerste 10 rijdt in de Ronde van Lombardije. Hij kreeg niet meer wat hij vroeg bij Willem II. Aan het salaris. Hmm. Jaarsalaris, ja. Dat is het? Ja, en ik zei, oh, toch doe dat dan, want wat moeten we anders? Oh, zei ik, doe het niet meer. Klaarheid, boem. Ja, maar ik zei, wat dan? Hmm. Ja. Ja, dan gaan we maar een... Ja, met die caravans gaan we maar een camping beginnen. En Nicole, die reed toen al paard in die tijd en manege beginnen. Maar mijn vader is natuurlijk daar meer mee op de hoogte. Die heeft dat tegenhouden. Die zei, niks als armoede. Niks als armoede. Kost handenvol geld die paarden
En dat kun je nooit terugkrijgen ermee. Nee, dus die hebben dat mooi tegenhouden, gelukkig maar. Toen zouden we onze café-restaurant beginnen. Ook gelukkig niet doorgaan. Want? Ja, want. Yo. Horeca. Ik had eerst al een pand gekocht. Naast de uitkijk, op Kruiningen dus. Ja, dan zouden we wat hotel beginnen en een bar in beginnen. Ja. Was natuurlijk ook niet goed, allemaal niet goed onderlegd natuurlijk. En nou, toen kwam ik dus te horen dat er een zaak te koop was. Een kunstnijverheidszaak, waar ik altijd al kwam voor een cadeautje voor dezegene. En daar zijn we op verder gegaan en dat is het geworden. Ja. Kunstnijverheid, serviezen en dat gedoe. En later nog een ander pand erbij genomen in Goeses. En nog veel later in Vlissingen erbij. Hoe het bij je passen, die keuze in porselein en servies? Och. Niet zo natuurlijk, maar ja. Toch op een gegeven moment liep dat allemaal wel aardig. Nam hij niet dan te veel verantwoordelijkheid of te veel hooi op zijn vork? Ja, achteraf wel natuurlijk. Ja. Corrie, fantastisch, prima. Dat was haar pakje, Jan. Maar Jo had. Jo is geen verkoper. Want dat wisten we al, omdat Jo in een wielenploeg ook niet af en toe met zijn vuist op tafel sloeg. De grote winkelbedrijven die kwamen, Mars Kramer en een Blokker, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Maar je had er wel lol in. Ja, lange tijd wel. Totdat natuurlijk alles moeilijker ging. En dus ook het privéleven moeilijker werd. En ja, alles kwam een beetje tezamen. Dan vind je het niet meer zo leuk natuurlijk. Eigenlijk denk ik dat ik er nooit zo geschikt voor geweest ben. Hoor. Maar ik heb op een gegeven moment gezegd, ik ga er vandoor, ik ga weg. Ik kan dit niet langer. Nou, dat wou hij dus niet, natuurlijk. En, maar ik heb dat dus doorgezet. Te veel ruzies. Absoluut. Ja. Ja. Ik wou niet oud worden zo op die manier meer. Nee. Met hem. Nee. Ik weet nog heel goed dus dat hij me opbelde. Dus dat toen hij echt helemaal erg in de knoei zat, 's nachts om een uur of drie. En dan ben ik direct naar Goes toegereden, dus dat heb je gewoon voor me. Dat vind ik heel normaal, dus dat is helemaal niet voor iemand over hebben, dus dat doe je gewoon. Dus. Had jij daar vroeging over? Over wat? Over dat je Jo zeg maar, aan de kant zette en ook hem zeg maar, uit de zaak schopte. Nou, dat eerste dus niet, maar het tweede vond ik wel heel vreselijk voor hem. Maar ja, het kon niet anders. Het zat zakelijk zo in elkaar, dus kon niet anders. Ja, ik werd op een gegeven moment goed depressief. Door al het gedoe. En ja, daar kom je later achter natuurlijk, hè, dat het een beetje slap is. Ik denk, zoals ik toen was, dat ik dat gewoon veel ook aan mezelf te wijten heb, want het is gewoon zonde van jezelf maken. En had hij zich daarover uitgelaten, dat hij zich daar goed door voelde dat je dat deed? Ik geloof, maar nogmaals, ik geloof dat hij dat altijd nog wel erg waardeert dus. Maar. Mm-hmm.
Dat is jouw droom. Ik geniet zeker van de zomer. Ik hou niet zo van de winter. Nee, de zomer. Ik scharrel hier een beetje rond. Met mijn honden. Een beetje kippen verzorgen. Een beetje rommelen. Ja. Ik ben ook wel een beetje een rare, vind ik. Ja. Een beetje rommelig toch, op een zekere manier en op een andere manier weer niet. Ik loop in de oudste rommel. Maar als ik me een keer goed aan wil kleden, dan probeer ik het ook wel goed te doen. En hij zal altijd blijven fietsen en dat heeft wel veel door redding hoor. Maar toen was toch ook altijd iemand die werd in Frankrijk gevraagd, weet je niet, voor die gentleman races werd hij allemaal gevraagd, dat weet je toch wel. Dus overal had hij kameraads wonen, hè. En die werd ook dikwijls gebeld, kom hier fietsen, rijd daar naartoe en het een en het ander. En dat blijft er altijd erin zitten, hè. En die is overal bekend, hè. In Luxemburg, in België, of weet ik wat allemaal, hè. En die stond dikwijls in de krant en zo. Dus ik kan zeggen, achteraf heeft hij ook nog een mooi leven aan het fietsen gehad, hè. Voor mij was hij wel heel ontspannen en dat hij toch ergens wel zichzelf erbij neer had gelegd dat het allemaal zo liep. Tussen Corrie en hem. En één troost is denk ik altijd wel voor hem geweest dat de kinderen er altijd voor hem waren. Allebei. Dat is voor hem wel heel belangrijk geweest. Maar dat was wederzijds natuurlijk, dat was voor Corrie ook. Ik neem wat brood mee, en wat beleg of zo. Ja, ik kom maar een paar boterhammen voor me klaar gekomen. Ja, sorry hoor, ik weet het allemaal wel. Maar... En dan neem ik ook nog. Ik heb overal die. Maar dat fietsen, dat neemt wel een hele belangrijke plaats in bij hem. Dat ik soms ook best wel eens denk van ja, moet je nu echt... Moet dat nu, dat fietsen, dan ga je morgen toch fietsen of zo. Maar dat is... Maar ja, als hij een dag heeft dat hij vanwege het weer niet kan fietsen... Nou, dan denk ik bij mezelf soms wel eens van... Oh, dan hoop ik dat morgen maar mooi weer is, want dan kun je gaan fietsen. Anders zit hij binnen of die loopt hier rond. En niet dat hij dan lastig of wat dan ook is, maar dan kan hij zijn draai niet vinden en dan is hij niet aangenaam soms. Dat ik denk van, man, ga fietsen, weet je. Ja, ja. Hier, die dikke. Die had je te zien. Hoor, die had het voor te zien. God, doe je hart. Moutertje kon niet harder, echt niet. Het zijn 139 had ik. Uitslag. Ja. Mooi, hè? Voor mij nog een palmpje? Ja. Viel, wat wil jij drinken? Ik heb het er mee gekomen, dat is de betonen zomer. Nee, we zijn aan de beurt. Pintje maar, onder de pintje. Een pintje, pa, maar een pintje brengen. Maar jongen, dat je dat nog op kunt brengen, dat begrijp ik. Ik heb die velen gezet, dat ga ik rotte nog gaan doen, dan kom er niet meer op.
die begint als kind al met die fiets. En zolang je dat doet, moet je daar toch ook een beetje plezier in hebben. Waarom zou je dat plezier nadien niet kunnen hebben? Fietsen is ook mooi. Fietsen. Kun je ook altijd blijven doen. Een nadeel is, je hebt er wel veel tijd voor nodig. Dat is wel eens een beetje een nadeel. Maar het voordeel is natuurlijk, al die tijd, die vul je natuurlijk, je bent in de natuur. En dat is altijd mooi. En als je dan thuis komt en je hebt soms een keer goed pijn gedaan of wat ook, dan voel je daar lekker mee.